Tessa Postema de Boer, ervaren portretfotografe. Ja. En in 2008 moest je naar Freek de Jonge. Ja, het was een interview met een paar cabaretiers. Volgens mij, het was voor de Varengids, TV Vara, TV Magazine. En ik had de opdracht om om bepaalde tijd mij te melden in de woonplaats van Freek de Jonge. En daar zou ook de interviewer heen gaan. En terwijl ik daarheen reed, belde de interviewer al op dat hij iets verlaat was. Dus dat ik maar vast aan kon bellen. Ik had een assistent bij me, dat heb ik meestal. Dus ik belde aan bij Freek de Jonge in Muidenberg. En het was winter. En de deur ging open en Freek deed open en die keek onthutst en verschrikt. Wie ik dan wel niet was. En toen zei ik nou, fotograaf, Vara, het heeft me gezien. Toen begon hij te schelden dat hij daar niks van wist. En dat hem dat niet verteld was. En wat moest dit allemaal hier? En hij ging enorm stijgeren. En toen verscheen er ergens in de gang om de hoek van de deur zijn vrouw. En die zei, nee Freek, dat was wel aangekondigd. Nee, ik weet hier niks van. En dat moet ook altijd maar met zo'n stomme visagiste erbij. En ik was dus met een mannelijke assistent. Dus hij dacht kennelijk dat ik de visagiste was. En toen uiteindelijk begon hij bleef maar doorschelden. En toen zei ik, nou, ik geloof niet dat dit zo'n goed idee is. Ik geloof dat ik nu maar ga. Dat lijkt mij een heel goed idee. En toen smeet hij de deur. Oh nee, en toen wou hij de deur dicht doen. En toen riep ik heel hard, ik heet Tessa Postuma de Boer. En toen smeet hij de deur dicht. En hij kent mijn ouders. Dus toen dacht ik, het zal hem leren. En toen inderdaad kreeg ik die middag nog een telefoontje van hem, persoonlijk. Of ik alsjeblieft terug wilde komen. En dat het hem zo speet. En toen ben ik toch nog teruggegaan. Ik ben de volgende dag teruggegaan, maar het was niet echt meer heel gemakkelijk. Nee, het was geen grote liefde meer natuurlijk. Ja. Dankjewel. Ja.